live vanaf het Mediapark Jaarcongres. Een speciale serie afleveringen van Topnames. De gast Jan-Jaap van der Wal. Je bent hier namens Het Station. Ja. Een tv-productiebedrijf dat comedy naar een hoger platform wil tillen. Nou, hoger plan, ja, nou ja, dat is een ambitie. Hè. Je moet iets opschrijven. Ja, dat klinkt maar, goed. Maar het klinkt goed hoor. Het gaat wel over comedy, ja. Ja. Hey, je hebt hier op het podium al gestaan. Ja. Als er één punt is wat jij hebt willen maken daar, wat was het? Volgens mij is het allerbelangrijkste punt dat creativiteit altijd moet blijven stromen. En dat het energie nodig heeft. En we leven natuurlijk in een tijd waarin er enorm veel angst is en enorm veel bezuinigingen gedaan worden en zo. Dus je merkt dat er een enorme defensieve houding is. Terwijl ik nu denk, vlucht voorwaarts, zal ik maar zeggen. En ik vond het belangrijk om dat vandaag ook te zeggen. Omdat je ziet enorm veel mensen die spreken over dat het technologisch van alles mogelijk is. Nou, dat is zo. En dat is ook prima. Alleen je moet toch die dingen aan elkaar koppelen voordat je überhaupt content maakt. Dus volgens mij is het heel leuk als je een mooie camera hebt, maar het gaat uiteindelijk om het goede idee. En dat is het belangrijkste. Ja, en als jij zegt we moeten die vlucht voorwaarts maken, wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat je als maker moet je energie hoog houden. Dus je moet willen blijven maken. Kijk, vroeger groeide de bomen tot aan de hemel en kon je ook heel veel geld verdienen, ook als producent. Die tijd is voorbij, dat moet je accepteren, maar je moet wel willen blijven maken en daarmee dus ook je publiek bereiken. En je publiek zit al lang niet meer alleen maar op televisie. Sterker nog, ik denk zelfs dat mijn publiek voor het grootste gedeelte de televisie heeft gelaten voor wat hij is. En dan kom je al heel gauw bij online uit. En daar hebben wij gelukkig ook voorbeelden van, dus dat is heel fijn. Ja, maar je hebt ook van alles al gedaan en geprobeerd. Wat zijn je ervaringen tot nu toe? Ja, heel erg goed. Qua creativiteit en qua vrijheid heb je op het internet alle ruimte. Je kunt het programma zo lang, zo kort mogelijk maken. Je kunt mensen laten zien die je wil laten zien. Er is niemand die inhoudelijk meekijkt en meebepaalt en je afremt. Dus je hebt als maker is het internet gewoon echt ideaal. Ja, zeg je dan ook eigenlijk tegen die mensen hier die terecht een beetje bang zijn voor hun banen. Dat als je echt creatief bent, ga gewoon door en laat het zien online. Wat de mogelijkheden zijn. Hè? Ja, nou, ik heb laatst weer gehoord van iemand die op Facebook had een enorme tirade over dat hij een programma had ingediend. En dat was dan afgecatcht door de netmanager. En dan denk ik, zet het online. Weet je wel. En op het moment dat daar 300.000 mensen naar kijken die het allemaal een duimpje geven. Of die zeggen, waarom is dit niet op televisie? Nou, dan gaat zo'n netmanager op een gegeven moment ook wel overstag. Ja, die gaat jou dan bellen. En die gaat jou dan bellen. Dus zo kan het dan gaan, zal ik maar zeggen. Ja. Maar jij bent zelf met je programma Panache, is wel weer televisie gericht. Maakt het jou wat uit uiteindelijk? Uiteindelijk maakt het me niet uit. Het belangrijkste is dat we inhoudelijke vrijheid hebben. Nou, dat kregen we ook bij de omroep. En dat je het kunt maken. Want dat is natuurlijk wel de vraag, hoe verdien je geld? Nederland is dat nog heel erg ingewikkeld. Je bent natuurlijk nog ongelooflijk afhankelijk. Je bent ook groot geworden door de traditionele media. Ja. Dan kun je misschien nog iets doen. Maar hoe, als je nou een beginnend creatieveling bent, hoe zou jij dan zeggen, kun je ook nog wat geld maken? Kunt je productiekosten behoorlijk laag houden. Er zijn programma's die wij hebben gemaakt die 3.000-4.000 euro hebben gekost. Alles bij elkaar, bij wijze van spreken. Alleen een comedyprogramma zoals Panache, dat moet geschreven worden door diverse mensen. Nou, dat kost dan iets meer geld. Alleen het klopt dat je in Nederland online nog niet geld kan verdienen. En waarschijnlijk lukt dat nooit. Alleen je hebt wel een aantal bedrijven die bereid zijn om bij te dragen, zich eraan te willen koppelen, die zich daarmee willen associëren. En daar moet je de juiste mensen en de juiste budgetten. Sponsoring zie jij als een belangrijke. Tuurlijk. Ja, je kijkt meer dan naar sponsoring of zou je ook willen experimenteren met dingen als, word lid van mijn kanaal, pay-per-view dingen? Dat zou kunnen, alleen daarin moet je het altijd eerst bewijzen. Dus ik heb vandaag verteld dat wij bezig zijn om een programma te ontwikkelen wat je alleen als app kunt downloaden, op je tablet of op je telefoon. En waar dan iedere week of een paar keer per week een nieuwe aflevering in komt van een paar minuten. Nou, dat leent zich uiteindelijk voor een verdienmodel. Dus ik kan me voorstellen dat je dat een half jaar hebt gedaan en mensen vonden het leuk. En je zegt, nou,
we gaan een nieuw seizoen maken vanaf december, maar dan moet je 99 cent betalen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat een aantal mensen dat doen en dat je op die manier iets van je productiekosten terugkrijgt. Ja, want er zijn natuurlijk ook, hè, op zich ook wel weer mooie voorbeelden, op een heel ander terrein, dat het is niet comedy, maar zeg maar de correspondent is een mooi voorbeeld van ja. Dat mensen toch, hè, als iemand met een goed idee komt, op het juiste moment, zeg maar, dat er een grote groep mensen is, nou, hier hebben we geld voor over. Nou ja, en vanuit Rob is het enorm knap, want die heeft namelijk, die heeft nog niks, ja, die heeft alleen zijn eigen talent wat hij bewezen heeft, maar de correspondent aan zich is nog niks. Nee. Maar je ziet dan wel dat daar heel veel mensen ook front al in geïnteresseerd zijn en zo zal het in de toekomst nog meer gaan. Hey, wat heb jij geleerd van, als we, dit gaat eventjes over de productie en over de financiering, maar hoe verandert het maken als je, of de producten die je maakt, moet je andere dingen maken als je voor online produceert? Nee, volgens mij is het belangrijkste wat jullie filmpje ook zei vanmorgen, het gaat om kwaliteit. Het belangrijkste is dat je hebt natuurlijk al die video's van dat je nog iemand ziet die hem aanzet, bij wijze van spreken. Ja, dat moet je allemaal niet doen. Je moet televisiekwaliteit maken voor internet. Ik denk dat heel erg interessant is. Ja, met name ook omdat mensen dan ook zien en snappen van hé, die kwaliteit is anders, dus daar kan ik geld voor over hebben bijvoorbeeld. Want die andere dingen blijven natuurlijk gewoon gemaakt worden. Ja, maar je ziet dat Amazon maakt al content. Zelfs Torrent maakt content. Dus Netflix ook. Dus daar zit geld. Dus het zou heel interessant zijn als Ziggo of UPC of Bol.com misschien ook, ook eigen series gaan produceren. Ja, en dan zetten we het hele model op zijn kop. Hè? Want dan in feite is het de productiemaatschappij en de zenders. En dan is iedereen met een kanaal. En of dat dan een app is of een winkel. Kijk, de grap is natuurlijk dat voor Panache seizoen 1 en 2 voor ons echt niks verschilde. En toen we het online deden was YouTube, zou ik maar zeggen, Nederland 3. Ja. En Jameson, de sponsor, was, zal ik maar zeggen, de VARA. Dat is een beetje een gebouwde vergelijking, maar dat is wat het is. Dat is gewoon het model. Dus als je omroepen vervangt door bedrijven die natuurlijk... Je moet niet hebben dat ik dan allemaal flessen in beeld moet hebben en iedere zin moet zeggen hoe lekker die whisky is. Alleen dat hebben we met z'n af kunnen spreken. Nou, dan kun je een prima deal maken. Ja, nog wat anders. Een belangrijk gevolg van die digitalisering is ook dat er interactiviteit is gekomen, de real-time. Web, kijk jij ook naar nieuwe vormen van comedy waarin je dat live aspect meeneemt en mensen misschien via internet jouw show kunnen beïnvloeden of Daar heb ik wel eens over nagedacht en met mensen over gepraat. Kijk, het belangrijkste is wel, denk ik, dat uiteindelijk is het wel een vak of zo. Dus je kunt mensen vragen om suggesties te doen of om een soort redactie te voeren, maar daar houdt het denk ik ook wel een beetje bij op. Want als je een show maakt zoals ik doe, dat is vrij traditioneel, daar heb je toch over nagedacht thuis en kies je onderwerpen en je grappen en zo. Ja. En ik denk dat je daar moet je altijd wel een verschil tussen maken, denk ik. Naar de andere kant, hè, heb je ook een geschiedenis, een stand-up comedy, hè, waar een hele directe feedback van je publiek en et cetera in zit. Zie je daar wel mogelijk? Nee, natuurlijk, maar dat is echt in de zaal en dan voel je aan van, hey, wacht eens even, ik moet sneller of langzamer. Alleen, dat is bijna ook een fysiek contact. En op het moment dat iemand op een scherm, want dat is namelijk ook een stuk anoniemer, roept het is kut of het is leuk of daar heb je niet zo heel veel aan. Nee, maar heb je dat, want dit... Net het voorbeeld wat je inderdaad geeft, alles is eigenlijk directer en sneller geworden. Ik zeg het zelf wel eens tegen mensen, als ik een presentatie doe, kon ik vroeger gewoon naar huis gaan en een tevreden gevoel hebben, zeg maar. En nu, als ik nu mijn telefoon open doe, dan weet ik of het ook in die zaal zo was. Het is anders natuurlijk als je grappen maakt, want dan heb je meteen wel door of het werkt. Hè? Ja. Maar het is een stuk directer en confronterender ook allemaal geworden. Ja, en daar moet je mee omgaan. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Alleen je moet het... Ik heb het idee dat dat soms door media nogal groter wordt gemaakt dan het feitelijk is. Want drie nare tweets, ja, dat zijn drie mensen. En dan zeggen ze, ja, dat staat voor 3000, maar dat geloof ik allemaal nooit zo. Nee. Hey, maar het zou het wel leuk vinden om mee te experimenteren. Ik heb met de Bali, met Juri Alberg wel eens over gehad. Als we nou één zaal zouden maken waar alle muren een groot scherm waren. En je zou bijvoorbeeld 500 mensen op een Skype-verbinding in zo'n zaal kunnen zetten. En je zou... daar real time, dus die mensen zijn live aanwezig, maar dan van afstand. En jij staat alleen in het midden. Ik denk dat het storytellen aan zich, dat gewoon zo traditioneel is, dat als je dat zou doen, dat je dan met je concentratie toch echt een beetje in de problemen komt. Ja.
Ja. En dat is wat jij zegt, het vak is toch vrij traditioneel. Jij verzint... Ja, dat is een discussie kwaliteit, ja. Kwantiteit. De kwaliteit van de makers moet voorop staan. En ik denk dat de omroepen, bij wijze van spreken, hun beste makers of hun meest talentvolle makers zouden moeten zetten op het internet. En dat daar nieuwe dingen uit ontstaan. Ja. Die dan naar televisie kunnen komen. Ik denk dat dat de beweging... En in Amerika gebeurt het aan de lopende band. Er ontstaat in Amerika per dag een nieuwe webserie ongeveer. Ja. Ja. En als jij, en wat doen jullie nu om dat soort dingen hier voor elkaar te krijgen? Loop je sponsors de deuren plat, bij omroepen de deuren plat? Maar je moet gewoon blijven maken. Dus we doen heel veel dat we gewoon pilots draaien en gewoon... gewoon laten zien van, hey, dit is het. En ik heb net ook iets laten zien. Er wordt enorm hard om gelachen. En mensen zeggen nu allemaal tegen mij, ja, waarom is het niet op tv? Waarom is het niet op tv? Ja, dat op papier verkoop je niks meer. Dus je moet het echt maken en laten zien. Ja. Nou, heldere les. Nou, mooi zo. Hartstikke goed. Succes, dankjewel. Jongens. Ja, ik, bedankt, ik ga terug naar Amsterdam. Jij moest er vandoor, geloof ik. Ja, ik moet Oké, bedankt dat je wil aanschuiven. Oh, ja.